Hij zweeft, als het goed is, op een magnetisch veld. Maar het is toch ook wel een gevoelig iets. Dus als je hem aanraakt, of je geeft hem een tikje, of je gooit met iets, dan raakt hij in verwarring. En dan kan het zijn dat hij dus poep, in één keer op dat systeem valt, wat je nu ziet. Kunstenaar Wim T. Schippers is het ook een groot raadsel waarom de steen niet meer wilde zweven. Hij schakelde daarom de TU Delft in. Vandaag moet de steen voor het eerst weer gaan zweven, nadat hij bij vorige pogingen beschadigd is geraakt. Ik vind het mooiste moment als die aangezet wordt, dat die dingen eraf zijn en dan blijft hij zo hangen. Dan denk je, dit kan niet. Na een uurtje schilderen is het zover en kan de steen voor het eerst opnieuw gaan zweven. Oh ja, mooi hè. Blijft altijd weer heel mooi. Ben niet bang dat hij nou in één keer weer naar beneden komt? Nee ja, kijk, weet je, in het dagelijks leven heb je altijd te maken met dingen die wel eens uitvallen. Dat vinden mensen heel normaal. Mensen hebben vrede mee dat de stofzuiger of dat de wasmachine die keer niet doet. Maar van een kunstwerk is het altijd, ja nou, duur genoeg, dan moet hij het wel doen. Maar ja, het heeft ook onderhoud nodig en hij heeft een update gekregen. En ja, ik zeg altijd maar zo, hoe heet dat licht ook weer? Dat is het groene licht. Het noorderlicht zie je ook niet altijd, elke dag. Maar Wim T. Schippers zou niet Wim T. Schippers zijn als hij niet even de beveiliging zou controleren. Kijk hier, zit er eentje. Oh, kijk. En nu? Kijk, nou vangt hij hem op. Dat hij niet, anders zou hij de lucht instappen, dat rode dingetje niet. Maar dit is ook om één keer mag het wel, hè? Ja, maar nu heeft heel Nederland op camera. Oh ja. Nou ja, dat vergeten ze wel weer.